Maar inmiddels is hij al jaren weer in dienst bij de Koninklijke Luchtmacht. Als, ja, hij ziet er fantastisch en gloednieuw uit. Maar het is een oudje die het nog heel goed doet. En uit zijn staart hangt dus de boelstang. Ja, zullen we dat doen? Ja. Denkslangen. Ja, het is dus het beste woord. Ja, misschien is dat beter op te zeggen. Het is dus een flexibele tankstang. En als u op de grote schermen kunt u zo nu naar kijken, daar ziet u beeld van wat daar gaande is. Maar gelukkig komt daar Howard Coulson. Er is hulp, onderweg. Goedemiddag. Dag meneer Coulson. Weer voorbij, laag en langzaam. Alle flaps zijn uit, de wielen zijn uit. En je kunt prachtig zien hoe dat vliegtuig. Oh, het is toch een vliegtuig. Mooi, bijzonder vliegtuig. En ja, hij is als de laatste rondjes bezig. Het is de laatste jaar, heb ik begrepen. Ja, de eerste gaat er dit jaar uit en de tweede gaat er in 2021 uit. En wordt gezegd dat het nu al. Ja, en Jurgen staat hier aan het eind van de lijst. Met zijn kleuren die hij heeft. Ik denk dat het een soort van. Ja, dit is de Duitse kleur is geel, beige, goud, donker. Ik heb deze kleur gisteren groen gedoopt en omdat ik gecertificeerd kleurenblind ben, is het vanaf nu groen. Goed, dat is de MITT, dus dat is een A330. Airbus waarmee we eigenlijk ook met z'n allen op vakantie gaan. Maar die wordt dus nu omgebouwd. Wat gaan we daarmee doen? Ja, we hebben de vliegtuigen dus gekocht als civiele nieuwe vliegtuigen. Afgeleverd door de productielijn in Toulouse van Airbus. En dan gaan aangaan ze naar Military, Airbus Military. Dus je komt nog eens zeggen. Ja, maar ze geven het weer weg. Ja, dat is een reus. Ik had een hele dolle vraag. Nou, niet alles voor. Moet zelfs een creditcard laten lezen. Ja, punten. Dat is een soort Airbus. Dat is natuurlijk hoe meer je weet, een mooi vliegtuig. Het is uit die eerste generatie van de white bodies, van de brede vliegtuigen waar je met z'n negenen naast elkaar zat, met z'n achten naast elkaar zat, of als je heel rijk was met z'n tweeën naast elkaar zat. Dames en heren, de KDC-10. Ja, in het kader van de samenwerking toch nog een vraag erover. Bij deze KDC-10's die hadden wij zelf als Nederlandse Koninklijke Luchtmacht. Maar nu is er een soort samenwerkingsverband. Hoe is dat ontstaan en hoe werkt dat? Dat heeft een aantal redenen. Om kosten op te vangen enerzijds, maar ook om pieken en dalen op te vangen van het gebruik van het toestel. Is het tegenwoordig.